Leerjaar 9 en 10 zal niet ophouden te bestaan. Dit is expliciet aangegeven tijdens een spoedpersconferentie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Door de verwarring in de samenleving heeft directeur Heli Mapuse van het Algemeen Vormend Onderwijs een duidelijke uiteenzetting gegeven over de voortzetting van leerjaar 9 en leerjaar 10. Alleen de accommodatie verandert volgens de onderwijsdirecteur. Doordat wij de afgelopen jaren hebben gemerkt dat op bijvoorbeeld LBO Hanaslus hebben we gehad leerjaar 9, leerjaar 10, 11 en 12. Wat gebeurde er? Leerjaar 9 en 10 is algemeen vormend onderwijs. 11 en 12 is basisonderwijs. Als de communicatie gevoerd werd voor leerjaar 9 en 10, zorgde dat voor nogal wat verwarring bij de leerlingen van 11 en 12. Want de informatie was niet voor hun, het was voor die leerlingen in die school van 9 en 10. We gaan in de scholen of alleen beroepsonderwijs hebben, of alleen algemeen vormend onderwijs. En dat heeft voor een verkeerde interpretatie gezorgd. Een blijvende uitdaging voor het ministerie is het plaatsen van de leerlingen op de scholen. Het gaat voornamelijk om leerlingen van leerjaar 10 die nog geplaatst moeten worden op hun vervolgleerjaren. Het ministerie heeft een evaluatie uitgevoerd om exact te bepalen hoeveel leerlingen nog geen schoolplaats hebben. Poese garandeert dat alle geregistreerde leerlingen zullen worden geplaatst op basis van hun wijk of buurt. Meneer Holman en mevrouw Poesa gaan samen kijken welke gebouwen rekening houden met de geografische ligging van de leerlingen gaan wij inzetten voor de AVO-scholen. Dus dan gaan we niet meer praten over een LBO-school waar een leerjaar 9 en leerjaar 10 is. Na deze uiteenzetting van de leerlingen gaan we in de tweede termijn van inschrijving de leerlingen officieel plaatsen.